Het Hosterpark in Beuningen is 's nachts erg onrustig. Omwonenden klagen over geluidsoverlast, vuurwerkmisbruik en eigendomsschade. Ook was al eerder sprake van gewonde dieren bij de naastliggende kinderboerderij. Het gaat om een groep herrieschoppers die bekend staan bij de lokale politie. Lokaal VVD-commissielid en buurtbewoner Floris Makaske vindt dat de gemeente hekken om het park moet plaatsen om te voorkomen dat dingen uit de hand lopen.